De taart wordt gebakken, de koekjes, de hapjes, de winkels worden omgetoverd. En uh, ja, zijn met z'n allen. Heel druk. Het Arnhemse Modekwartier maakt zich klaar voor de jaarlijkse Nacht van de Mode. En deze keer staat het evenement in het teken van de liefde. Dit jaar, we werken ieder jaar vanuit een thema. En dit jaar uh, gaat er een heuse huwelijksvoortrekking plaatsvinden om 7 uur bij de rotonde. En uh, Kelly en Tim. Uh, een jong stel met twee kinderen die uh, uh, uit Arnhem komen in Arnhem elkaar leren kennen en uh, hier gaan trouwen. En waarom een trouwerij tijdens de Nacht van de Mode? Omdat wij uh, onder, qua ondernemers heel veel kunnen bieden voor huwelijken. Um, zo zullen wij ook tijdens de Nacht van de Mode laten zien wat we allemaal in huis hebben als verschillende creatief ondernemers. Zoals de boeket, de taart, de hapjes, uh, de trouwjurk, het pak. Um, op die manier kunnen wij laten zien wat we in huis hebben. En uh, ja, het is ook een mooi moment om de liefde te vieren. Voor de ondernemers in Klarendal is de Nacht van de Mode een drukke periode. En de drukte zit hem vooral in de voorbereiding. We gaan een moulageproject doen hier in de straat uh, met verschillende ondernemers. ben je natuurlijk in gesprek van wat gaan we allemaal doen en uh, hè, dus er gebeurt ontzettend veel exposities. Uh, hè, iedere winkel is natuurlijk tot twaalf uur s nachts open en we gaan echt onze collectie presenteren en ja. Zorgen dat de drempel laag is van de winkel. En dat mensen makkelijk binnenkomen. En dat zien we ook altijd gebeuren. Dus het is altijd een hele extreem drukke, uh, drukke dag in de winkel. En de avond helemaal. Dus, uh. Bruid Kelly mag zaterdagavond maar liefst vier jurken aan. En Meert Engelhard ontwerpt de bruidsjurk. Ik ben een jurk uh, aan het upcyclen. Kelly had zelf een uh, jurk uh, gevonden, en daar mag ik uh, mee aan de slag. En ik combineer uh, oude trouwjurken die gedoneerd zijn, uh, om voor haar een uh, outfit te maken: een soort popster.